Ik heb een moeilijke periode doorgemaakt en een vriendin adviseert me om te huilen zodat ik het los kan laten. Maar dat lukt mij niet. Is er iets mis met mij en waarom lukt me dat niet? Een grote misvatting is vaak dat mensen denken van hé, hey, als je depressief bent dan helpen je, je veel meer. Of dan ben je heel verdrietig of dan voel je je heel slecht. Alleen wat je veel vaker ziet is dat juist hè, naarmate de depressie vordert, dat mensen zich heel erg leeg voelen en juist niks voelen. Soms heb je dat je bijvoorbeeld vertelt dat het slecht met je gaat. En soms heb je dat je ziet dat het slecht met je gaat. Maar door die masker op te zetten, lijkt het alsof alles oké okay gaat. Ja. En biedt niemand eigenlijk die liefde die jouw inter innerlijke kind nodig heeft. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur... en jou voorzien van waardevolle informatie en tips. Mijn naam is Chris, mindbodyarts, en naast me zit Aisha. Neurowetenschapper en neuropsycholoog. En deze week hebben we weer een vraag binnengekregen. En die luidt als volgt: Ik heb een moeilijke periode doorgemaakt. En een vriendin adviseert me om te huilen zodat ik het los kan laten. Maar dat lukt mij niet. Is er iets mis met mij en waarom lukt me dat niet? Wat een. Uh, wat een lieve vriendin. Ja, wat een lief advies. Nou, sowieso heel goed om het uh, te bespreken hè. als je er doorheen zit. Soms kan de communicatie al met vrienden kan Al heel erg helpen ook om je wat minder alleen te voelen. Ja. Yeah. En om een ander perspectief eventueel te krijgen. En ik denk dat we al gelijk kunnen zeggen: nee, er is niks mis met jou. Nee, nee, precies. Absoluut niet. En ik denk ook de kans dat je echt daadwerkelijk niet in staat bent om te huilen, als in dat je een of andere exotische medische aandoening hebt, waardoor je traanbuizen geen. Tranen kunnen produceren, dat die <laughs> um, extreem klein is. Ik weet niet of jij daar ooit van hebt gehoord. staat dat? Ja, uh, volgens mij heet dat. Maar dat was echt zo'n aandoening die ik dan zo nu en dan bij de interne geneeskunde hoorde langskomen. En dat was onder andere dat ze dat, dat zijn mensen die volgens mij de traanwijsproductie die doet het niet. En er zitten nog wat andere symptomen bij. Maar dat komt nauwelijks tot niet voor. Ik denk dat bij deze persoon dat niet het geval is, in ieder geval. Nee. Nee, en, en ook wel, ook wel uh, lief dat, dat de vriendin meedenkt, want dat, dat speelt ook vaak best wel een grote rol, toch? Dat, dat, de, 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 de omgeving en de vrienden en, en, en hoe, hoe is jouw ervaring daarin? Bij, je, bij bijvoorbeeld je cliënten merk je dat zij veel steun krijgen vanuit hun directe omgeving? Um, je merkt daarin echt heel erg een tweescheid. Dus op het moment dat je. Uh, er even doorheen zit en je dan een fijn sociaal netwerk hebt, dan kan het heel erg verzeverend en motiverend werken. Tegelijkertijd, wat je ook vaak merkt, is op het moment dat mensen uh, langdurig mentale klachten hebben of hele forse mentale klachten, dan kan dat juist soms een afstand scheppen ja. binnen het sociale netwerk. Dat zie je vooral in het kader van depressie, hè? dus doordat je wat vlakker wordt en doordat je somberder wordt dat je vaak geneigd bent om je terug te trekken... en omdat je zoveel negatieve gedachten eigenlijk hebt... dan kan je ook uh, situaties met vrienden makkelijker negatief interpreteren... of dan kan je je ook sneller niet begrepen voelen. Ja. Stel je voor dat die uh, vriendin dan zegt van... hé, hey, uh, uh, moet je niet even gaan huilen? En dan denkt jouw depressieve brein misschien zo van... ja, hartstikke leuk en aardig, maar ik kan niet huilen... en je begrijpt mij niet, zo makkelijk is het niet... Um, terwijl misschien op het moment dat je wat uh, lekkerder in je vel zit, of dat het een ander thema is. Hè. Stel je voor um, je bent iemand verloren of je hebt een moeilijke tijd doorgemaakt. En dat de vriendin dan zegt van hey, uh, ik kan het niet helpen om even goed te huilen. Als dus je denkt van ja, nee, dat moet ik echt proberen. Maar ik vind het zo lastig. En dan kan dat ook juist een gespreksopener zijn: van ja, ik ga het echt proberen. Maar uh, nou, wat zal ik doen? Zou ik uien naast me uh, zou ik uien gaan pakken en kijken of ik dan uh, <laughs> een beetje erin kan komen. Dus, uh, dus dat ja. werkt heel erg, uh, over het algemeen werkt het heel erg verstevigend. Maar soms, dus juist voor mentale klachten, dan kan het afstand scheppen. Of dan interpreteer je de nou. goed bedoelde adviezen als irritant. Heb je nou net heel stiekem een tip van de week uh, doorgeschemerd? Gebruik een ui. Ik, <laughs> Ik heb dat nog nooit officieel geadviseerd, maar het is misschien wel <laughs> om er even in te komen. Hè? We kunnen het even testen. Als jij thuis zit en het idee hebt van, hé, hey, je kan moeilijk huilen, probeer eens een uitje te schillen en probeer aan heftige dingen vanuit je verleden te denken en kijken of het werkt. Ik uh, ja, zou eigenlijk wel moeten gaan werken. Je krijgt een soort van respons. Hè? Dus als je dan huilt, kan je jezelf ook wat verdrietiger maken. Misschien dat je dan een soort van positieve loop kunt creëren. Dat je weer somber kunt worden. Of ja, dat je weer verdrietig kunt worden. Ja, en wat, wat je vaak merkt, hè? dat je er echt. Dat, ja. um, kijk, zeker als het moeilijk voor je is om te huilen, dan moet je daar natuurlijk wat tijd en ruimte voor maken. Dus ik zou zeggen, een ui. Misschien nog wat Adel opzetten. En hele verdrietige dingen denken en kijken wat er komt. Ja. Maar we moeten niet te snel naar de tip van de week denken. Nee, laten precies. we het onderwerp uitspitten en uittypen. Precies, want la laten we even kijken daarna. Dus de de deze persoon heeft dus een moeilijke periode meegemaakt in het verleden en, en, en wil het eigenlijk loslaten, en heeft het idee dat ze dat niet kan. Ja. En ook moeite heeft, onder andere, met bijvoorbeeld om, 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 ja, om, om te huilen. Ja. Waarom zouden mensen moeite überhaupt kunnen hebben om hun emoties te uiten? Ja, dat kan verschillende redenen hebben. Wat je vaak ziet is dat op het moment dat je het moeilijk vindt om te huilen, dat er een soort van een emotionele blokkade is. Hè? Kijk, want verdriet is eigenlijk een hele normale emotie. We interpreteren het vaak als negatief, maar het heeft wel degelijk een functie. Dus op het moment dat je verdrietig bent om iets of om iemand dan betekent dat eigenlijk dat diegene of dat diegene of datgene, dat dat gewoon heel erg belangrijk voor je is. En dat je dus, hè, dat het je dus pijn doet of verdriet doet, als die of datgene er niet of minder is. Ja. Dus eigenlijk geeft het vooral aan dat je ergens om geeft. En dat is denk ik ook een heel belangrijk verschil. Hè? Kijk, uh, verdriet, dat betekent juist dat je om iets of iemand geeft. Terwijl bijvoorbeeld leegte, dan word je juist meer onverschillig. Mm. Dus dat is denk ik sowieso heel belangrijk. Want er zit een verschil in natuurlijk. Hè? Want er zijn mensen die zich emotioneel op slot voelen. Ja. En er zijn mensen die zich leeg voelen. Zit, wat, wat is daar een beetje... Heb je daar een soort van verschil tussen? Of? Zeker, zeker. Dus je hebt soms dat... Um, kijk, een grote misvatting is vaak dat mensen denken van... Hé, hey, als je depressief bent, dan hel je, je veel meer. Of dan ben je heel verdrietig. Of dan voel je je heel slecht. Alleen wat je veel vaker ziet, is dat juist... En naarmate de depressie vordert, mm -hmm. dat mensen zich heel erg leeg voelen en juist niks voelen. Dus eigenlijk heel erg dat je extreem onverschillig wordt. Of dat het je allemaal niet kan interesseren. En je voelt juist heel erg leeg en het is heel de of onmotiverend. Yeah. Um, en dat staat los van verdriet. Dus eigenlijk, verdriet is echt puur een emotie. Ah, en ja. um, het is ook wel grappig. Je hebt uh, verschillende depressie-checklist. We hebben natuurlijk eentje op onze site. Dus mocht je denken, ik heb potentieel depressieve klachten... ga naar onze site www.christinaise.nl slash depressiecheck. En we hebben een uh, relatief beknopte... maar je hebt heel veel depressiechecks in de omloop. En ik kan me herinneren van één specifieke depressiecheck... dat zijn dan een stuk of 25 vragen... met dan ook een puntenschaal van 0 punten, 1 punt, 2 punten en 3 punten. Mm -hmm. Ik denk dat het de hats is. En dan, uh, dan is het ook van, hey, hoe vaak hel je... Dat is een uh, kenmerk uh, van de depressie. En dan is nul niet. Eén is iets vaker dan normaal. Twee is veel vaker dan normaal. Nummer drie is: ik wil wel huilen, maar het lukt niet. Ja. Yeah. Dus dat is dus ook iets wat je vaak ziet. Hè? Kijk, op het moment dat je je iets slechter voelt dan normaal. of een beetje slechter voelt dan normaal. Hè, dan kan het zijn dat die uh, emotie vaker geactiveerd wordt. Maar op het moment dat je je. Nou, op het gebied van depressie, dat, je, dat die best wel fors is. Dan merk je dus vaak juist dat niet het verdriet of de teleurstelling er is, maar dat een soort van beschermingsmechanisme ontstaat, waarin je gewoon pure leegte en vlakte voelt. En dan voel je helemaal niks meer. Dus je wil ja. wel huilen, maar het lukt niet. Ja, precies. Dus het is eigenlijk een beetje wat je bij depersonalisatie hebt, dat je loskomt van jezelf als persoon om niet te voelen, kom je eigenlijk in dit geval los van je emoties om die niet te voelen. Ja, ja zeker. En in die zin uh, hetzelfde mechanisme speelt. En Kijk, niet kunnen huilen betekent absoluut niet altijd dat je depressief bent. Daarvoor moet je ook somber zijn, neerslachtig zijn, uh, weinig motivatie hebben om dingen te doen. En nog wat andere kenmerken, dus veel vooral de check-in als je benieuwd bent van... hey, kan dit bij mij mogelijk spelen en wil ik hier mogelijk hulp bij? Um, maar over het algemeen, kijk niet waar je emoties komen. Iedereen heeft emoties. Ja. En de mens is ook gemaakt om emoties te hebben en om emoties te ervaren. En uh, vaak willen we dat niet. Zeker de negatieve emoties. Hè? We willen niet uh, verdrietig zijn. We willen niet boos zijn. We willen niet angstig zijn. Ten eerste omdat het veel energie kost. En ten tweede ook omdat we vaak hebben geleerd dat we dat niet moeten zijn. Dus een cultureel aspect eigenlijk, hè? Nou, zowel cultureel als opvoedings, um, uh, opvoedingstechnisch. Als dat je daar misschien ook zelf geen zin in hebt, omdat ja. het wel op het moment zelf energie kost. Yeah. Maar op het moment dat jij geen verdriet meer zou voelen, ja, dan word je dus eigenlijk um, ja, ongeïnteresseerder, om het zo maar te noemen. Of op het moment dat je geen angst zou voelen, dan is de kans dat je onder een auto komt veel groter, omdat je niet denkt van hé, hey, het is niet zo handig om over te steken op de snelweg. Yeah. Of op het moment dat je geen boosheid meer zou voelen, dan uh, kunnen mensen veel makkelijker misbruik van jou maken en veel makkelijker over jouw grens gaan. En dan weet je ook niet of jouw onrecht wordt aangesproken. Ja. Yeah. Jouw gevoel van onrecht. Uh, dus in die zin, mensen zijn gemaakt om emoties te voelen en om die te uiten. Ja. Dat noemen we ook wel soms als innerlijke kind. Hè? Dus als je hele pure emoties ervaart. En dat is niet het praten over emoties, maar het is echt het doorvoelen van emoties. Ja, we zijn gewoon gemaakt om dat te voelen. En emoties die zijn ook bedoeld, hè? vanuit het woord emoveren, dat is vanuit het uh, Latijn, dat emoties die moeten eruit. Hè? Dus de E is eruit en de moveren is beweging. Het mm. moet eruit bewegen. Mm -hmm. um, en het idee ook van emoties is van hey, je hebt ze, ze zijn er en als je er toegang toe krijgt of als het geactiveerd wordt, dan moet het eruit en dan daarna kan je weer verder met je leven. Ja, ja het is eigenlijk een beetje hoe ik, hoe ik het zie, een soort van, uh, ken je die tijd nog dat de bioscopen dat er een 4D variant kwam? Dat nee. was de tijd. Nou, nou, je hebt wat gemist, joh. Dan zeg maar normaal heb je gewoon een, een 3D-bioscoop. Dat je dus met een bril kijkt en dan ja. is alles driedimensionaal. Maar je hebt ook 4D. Of misschien noemen ze dat 5D. Dat je ook water voelt. Je voelt wind. Je voelt dingen trillen. Dus, dus een extra dimensie, als het ware. Wacht, die had je bij de Efteling, hè? Dat, is, dat zou kunnen, weet ik niet. Maar, maar het idee is dus dat je extra dimensies hebt. En zo kijk ik ook naar emoties. Emoties zijn een extra dimensie in jouw in jouw leven. Ze zorgen ervoor. Kijk, we hebben natuurlijk een aantal dingen waarmee we ons leven kunnen leven. Nou, we kunnen praten, we kunnen bewegen, we kunnen, we kunnen, we kunnen interacteren met, met, met de omgeving. Maar een emotie die leidt ons ook door het leven heen eigenlijk. Als jij boos bent, dan laat dat eigenlijk zien aan de omgeving van, hé, hey, blijf even uit mijn buurt, laat me even. Ik moet even bijkomen of, uh, of kijk uit, hou afstand. En als je verdriet hebt, dan is dat eigenlijk een extra dimensie die laat zien van, hey ik voel me even niet lekker, uh, bekommer je even om mij. Of het gaat nu eventjes om mij. Ik nu niet met jouw verhaal te komen, ik voel mij niet lekker. Dus zo kijk ja. ik ook naar emoties. Emoties zijn eigenlijk een extra dimensie in jouw leven. En als je die weggooit, dan mis je wat. Mensen in je omgeving, die missen wat natuurlijk. Die, die hebben niet door waar je mee zit, omdat je helemaal op slot zit. Ja. En... Maar ook jezelf en wat je zegt inderdaad met emoveren. Emotie is echt, daar dat zit ontzettend veel energie in. Je hebt een groep mensen die na emotie juist zich veel beter voelen. Maar je hebt ook een groep mensen die zich juist slechter voelen. Dus dit is een soort van energetisch iets wat zich opbouwt in je onderbewustzijn, die emotie. En als jij die niet toelaat, als je die niet uit, dan zie je ook echt terug dat die, die, die opgekropte emoties op een duur zich ook kunnen uiten in lichamelijke klachten. Ja. En helaas zien we dat vaak genoeg terug, ook bij de mensen in, bij ons in het kentraject. En dat is ook het mooie ervan, dat zodra we emotionele therapievormen gaan toepassen die we hebben ontwikkeld, dat mensen ook plotseling zien dat hun klachten minder worden. En dat is natuurlijk de stroom vanuit de mind-body, waar, waarin we dus eigenlijk uh, zeggen van hey, opgekopte emoties zorgen voor lichamelijke uitingen. Als je ze niet uit, dan uit het zich in een andere vorm. Als je hoofd geen nee zegt, dan zegt je lichaam het wel. Het is een beetje die theorie. En, en, en dat is dus ook een van de dingen die we dus doen bij het kerntraject. Dus die emoties die opgekopt zitten, om die te uiten. En ja, wat dan loskomt vaak is best wel bijzonder. En we zien het eigenlijk bij, bij bijna iedereen die het traject volgt, dat er dan ineens heel veel rust komt. Zelfs energie, hè? emoties opkoppen kost ontzettend veel energie. Het loslaten, bijvoorbeeld als er iets gebeurt en je huilt even... Dat gevoel wat daarna komt, is vaak een soort van last die van je schouders komt. Ja, je zult het vast wel herkennen als je thuis zit. Dus je kan je voorstellen, mensen die er dus stellen dat je thuis zit en denkt van hé, hey, ik kan helemaal niet bij mijn emoties komen, ik voel me leeg, ik huil niet. Hoeveel last jij op je schouders eigenlijk door de jaren heen opstapelt en op een duur tegen klachten aanloopt en, en dan denkt van hé, hey, waar komen die klachten vandaan? Ja, nou, emoties kunnen een groot onderdeel zijn daarvan. Ja, absoluut. En dat is ook iets wat je heel vaak inderdaad ook tegenkomt. Dat het op slot zetten van de emotie zelfs, dat innerlijke kind zo erg onderdrukt wordt, dan zijn er andere componenten die dat veel meer overnemen. Ja. Dus uh, emoties die zijn echt gebouwd eigenlijk om geuit te worden. En wat ik ook wel heel mooi vond, ook wat je net vertelde. Het is ook een heel duidelijk communicatiesignaal naar de omgeving. Ja. Dus je hebt soms, hè, ik denk dat ze. Uh, nou, als vrouw, iedereen kent dat wel in zijn of haar vriendengroep, denk ik. Dat er sommige mensen zijn die heel makkelijk um, kunnen uiten en communi kunnen communiceren. Uh, dat het slecht met ze gaat of heel makkelijk um, kunnen nou, emoties toe kunnen laten of makkelijk kunnen huilen. En je merkt dan eigenlijk automatisch dan dat heel veel aandacht gaat eigenlijk naar die persoon die dat heel makkelijk kan. Ja. En dat is dus ook omdat verdriet en huilen is een heel duidelijk communicatiesignaal. En op het moment dat dat, vooral als het congruent is dan, dan eh, roept dat heel veel empathie op. Dus inderdaad, als je huilt, dan is eigenlijk je innerlijke kind en dan is onze reactie van oh, wat vervelend voor je, wat heb je meegemaakt en oh, wat naar en oh ja, dat is ook wel heel zwaar voor je en ik zie het en hé, hey, wat heb je nodig, kan ik iets voor je doen? He, ja. Dan krijg je heel erg die reactie of die respons. Het je... ligt eraan of je dat soort vriendinnen hebt met dit empathievermogen. Dat is natuurlijk <laughs> ook weer een andere dimensie in het verhaal, ja. maar je roept het wel op je af, zeg maar. Ja, de, de kans is veel groter dat op het moment dat jij je emotie toont... Hè, en, en dat is dus ook het hele grote verschil. Hè. Kijk, soms heb je um, dat je bijvoorbeeld vertelt dat het slecht met je gaat... en soms heb je dat je ziet dat het slecht met je gaat. Ja. En op het moment dat jij heel rationeel kan vertellen van... hé, hey, het gaat slecht met me, met me, want x, y, z is gebeurd... maar er zit geen emotie bij dan ontlok je eigenlijk veel meer gewoon een gesprek erover. Of wat ja. meer casual een gesprek. Terwijl op het moment dat je zegt van... Hey, het gaat slecht met me, want x, y, z... en er komt emotie bij... dan roep je gelijk bij die ander eigenlijk... die verzorgende respons op. Eigenlijk een beetje die ouderlijke respons. Alsof ja. een klein kindje ook aan het huilen is. Dat je denkt zo van... Hey, uh, of het nou groot of klein is. Hè? Een klein kindje kan misschien huilen... omdat hij iets of iemand is verloren... of heel erg is geschrokken. Of misschien iets heel kleins... zoals dat hij een kopje heeft laten vallen. Ja. Maar ongeacht of de oorzaak groot of klein is, het roept elke keer wel een respons op. Ja. Yeah. Omdat je dus denkt van, hé, hey, je bent verdrietig, dus ik wil voor je zorgen, dus ik wil je kalmeren. Ja, het is toch wel ontzettend interessant. Ook waar ik gelijk aan moet denken is bijvoorbeeld de mensen die het gevoel hebben dat ze een masker op hebben de hele dag door. Ja, nou, wat zij doen is ook precies alle emoties wegzetten. Yeah. Eigenlijk voelen ze zich heel somber, heel, 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 heel ja, ja, depressief eigenlijk als het ware, dus verdrietig. Uh, misschien ook een beetje angstig. Maar door die masker op te zetten, lijkt het alsof alles oké okay gaat. Ja. En biedt niemand eigenlijk die liefde die jouw innerlijke kind nodig heeft. En dat, dat is dus zo fascinerend, hoeveel mensen dit eigenlijk doen. En je had het net over vriendinnen. Um, wat dan ook interessant is, uh, bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn vrienden. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast. Abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Ik kan me niet voorstellen. Ik, 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 ik kan mij bijna niet meer herinneren dat iemand in tranen uit, uitbarstte en dacht: van Oeh jongens, kijk hoe vervelend en dit en dat. Dus. Wat dan ook wel heel interessant is, dat het geslacht ook heel, een hele grote rol speelt. Van, ja. van, en dan het geslacht, maar ook de, 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 de geaardheid. Zeg maar, hoe iemand zich gedraagt. Dus je hebt, de, de, hoe ik het altijd zie, je hebt mannen die wat femininer zijn en wat masculiner zijn. Maar zo heb je ook vrouwen die wat femininer, wat masculiner zijn. Maar het lijkt alsof die masculiniteit, die staat emoties niet toe. En de mm -hmm. femininiteit staat dat wel toe. En dat maakt niet uit of je man of vrouw bent. Iedereen heeft een beetje een bepaalde kant. Ja. Dus hoe, 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 hoe denk je dat dat zit bij vrouwen en mannen? Waarom, waarom uiten vrouwen meer hun emotie dan mannen? Eigenlijk wat je zegt, het is gewoon sociaal en cultureel veel geaccepteerder. Dus mannen die leren eigenlijk, denk ik van jongs af aan, veel vaker van hey, op het moment dat je gaat huilen, van hé hey, kom op, uh, stel je niet aan, uh, zet je eroverheen, je bent een echte man, mannen huilen niet. En uh, dat kan wat meer in, het, uh, in de opvoeding zitten, maar ook in de cultuur zitten. Maar ook als mannen, um, als, 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 geen, als jij geen van je vrienden ooit ziet huilen, dan leer je eigenlijk onbewust van, hé, hey, dat is niet helemaal geaccepteerd gedrag. En misschien dat het bij mannen, dat ze veel eerder denken van, hé, hey, ik moet echt een hele goede reden hebben om te huilen. En dat dat pas eigenlijk geaccepteerd wordt op het moment dat er een begrafenis is, bijvoorbeeld. Of dat, er, dat je iemand verliest of dat iemand doodziek is. Dus dat. Uh, Trigger heel groot moet zijn ja. voor mannen om te kunnen verantwoorden dat je daar verdrietig om bent en om die empathische respons op te wekken. Terwijl Misschien. Uh, nou, we hebben toevallig uh, gisteren een padelpotje gespeeld. En iemand heeft zijn enkel flink verzwikt. Nou, ik kan me herinneren toen ik al mijn enkelband heb gescheurd. Nou, ik heb lopen huilen ja. op die grond. En uh, ja, het deed wel echt heel veel pijn. Maar ja. nou, ik, er was nul schaamte bij mij om te gaan huilen. Want ik dacht, ik heb ontzettend veel pijn. Ja. Dus ik ga huilen. Ja. Uh, vroeger deed ik dat misschien niet, maar nu dacht ik van hé, hm. hey, ik ben daar best wel comfortabel mee. Hm. En het maakt mij niet uit of, je, of jij dat als in je eentje ziet, dat onze tegenspelers dat zien of de, ja, ja. de hele. Het komt eruit. De de hele, dus het komt eruit. De, de hele zaal. Ja. In ons geval is het de hele zaal. Maar ja. daar zit totaal geen gêne omheen. Terwijl ik zag dus ook gisteren bij die man die dus zijn, uh, zijn enkels echt flink had verzwikt en heel veel pijn had, uh, dat het heel erg onderdrukt eigenlijk was. Het was zo ja. van, oh, ah, ah. Maar je zag eigenlijk dat hem heel veel pijn deed. Maar hij maakte geen geluid. Er kwamen geen tranen. En dat je ook denkt zo van. Oh, nu we het hierover hebben. Dat bij mannen dat dat veel minder geaccepteerd is. Hè? Ja. ja, ik vond het ook wel bijzonder bij die man Inderdaad. Zij, in het begin zag je hem echt ronddraaien over de grond. Van, Oh shit, shit, it hurts too much. Oh, oh, oh. En toen, één minuut later, zag je hem dus liggen, creperen. En we kwamen naartoe en zei: gaat het? Ja. Dat is misschien ook een beetje een, 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 een soort van. Uh, misschien een aanname dat we bij een man denken van hé hey, het zal wel gaan dan, dan dan had hij ook gelijk zoiets van ja, ja 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 ik hoop dat het wel goed komt en heel erg rationaliserend terwijl ik denk van ik zie jou gewoon pijn hebben ja. zie die enkel opzwellen je hebt heel veel pijn maar je staat het niet toe en dat is dus heel bijzonder inderdaad en volgens mij ik had laatst ook een enquête gelezen het blijkt dus dat vrouwen gemiddeld gezien twee tot vijf keer per maand huilen mm -hmm. En mannen gemiddeld gezien 0 tot 1 keer per maand huilen. Ja. Dus daar zit toch wel een hele grote discrepantie tussen. En ook wel best wel bijzonder. We hebben natuurlijk uh, in, in ons kerntraject we hebben ook een aantal mannen zitten. En je merkt toch wel dat bij de mannen die hebben toch wel meer moeite om echt het achterste van hun tong te laten zien. Het is allemaal heel rationeel en, 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 en heel erg. Het is heel anders dan bij vrouwen ja en zeker niet bij iedereen hoor maar over nee. het algemeen inderdaad merk je maar dat is denk ik ook de aangeleerde sociale respons hè? want ja. als vrouw is het dus denk ik ook een stuk geaccepteerder en vrouwen die zoeken daar wat meer naar die zijn van nature wat empathischer en die hebben veel meer situaties in hun leven meegemaakt dat als je verdrietig bent dat mensen naar je toe komen of je ja. proberen te steunen of dat ze naar je luisteren en uitpraten en wat je dus ook vaak ziet uh, zeker bij mensen bij wie de emoties wat meer op slot zit um, dat dat het ook gewoon is van hé, hey, je moet het over als je het over moeilijke onderwerpen hebt of als iemand naar je luistert, dat die tranen gaan wel komen. Ik heb zo ja. vaak ook bij onze kernreactors uh, cliënten dat ze uh, dat um, nou, heel veel cliënten die heb, die moeten sowieso tijdens sessies huilen, omdat je het over moeilijke onderwerpen hebt. Wat hartstikke goed is. Ja, en, ik, en, 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 en vaak de eerste respons die ik krijg is van... oh, sorry, en ik wilde zo graag niet huilen vandaag. Nee, of yeah. um, um, normaal huil ik nooit. En mijn eerste reactie zelf is van... altijd een compliment. Yeah. Ik denk als iemand bij mij helpt, denk ik van... nou, hartstikke goed, laat het toe. En uh, maakt helemaal niet uit of je nou elke, elke sessie had of niet. En, gewoon doe vooral wat je op dat moment voelt. Yeah. En zelfs altijd een compliment van... hé, hey, wat knap dat je het toelaat. Ja. En dat is gewoon zo mooi om te zien, juist, dat dan... Hè, en ik doe niks, uh, het is niet dat ik een ui onder hun... Uh, <laughs> nee, <laughs> dat ik, komt dat de ik een, tip van de week, hoor. een paar ja. uien heb opgestuurd naar iemand en te zeggen van hé, hey, tijdens de sessie met mij. Ja. Maar dat, zijn, dat is gewoon letterlijk dat je het hebt over van hé, hey, hoe gaat het nou echt met je? En wat heb je allemaal meegemaakt? Wat is er allemaal gebeurd? En dat je natuurlijk echt naar iemand luistert en met iemand meedenkt. En nou, ik hoop dan ook empathisch bent. Yeah. En dan zie je dus ook dat op het moment dat jij emotioneel normaliter op slot zit, of dat je normaal nooit helpt, of dat je uh, het gevoel hebt dat je niet bij je gevoel kan komen. Nou, ik heb zoveel mensen uh, in behandeling gehad. Waarbij dat dan, waarbij ik dan ook zo denk van hé, hey, maar nu doe je het wel. Ja. Dus je kan het wel. Ja. Maar er zit, je moet er iets meer doorheen of iets meer de moeilijke onderwerpen aanraken of het iets meer toe durven laten. Of nou ja, door mijn. Uh, manier Van uh, behandeling wat meer overrompeld te raken, dat je je normale beschermers niet zo goed in kan zetten. Je breekt gewoon door dat masker en door die beschermers heen. Ja, nee. eigenlijk wel. En het is ook wel heel grappig, ook bij de live-therapie-sessies. Ja, je hebt dan altijd bij, als je naar een therapeut en een psycholoog gaat, dan heb je altijd zo'n tissue-box. Oh, ja. die ja, dan ja. Uh, midden op tafel staat. En uh, ik heb hier ook wel eens een discussie over gehad met collega's, maar. Ik heb dus eigenlijk ook nooit dat op het moment dat iemand uh, huilt... dat je gelijk die tissuebox ga aanbieden. Ja. En misschien klinkt dat heel onbeleefd... maar het is dus juist echt met een functie. Want ik denk van, hé, hey, die tranen die mogen er zijn. Ja. En de tissuebox, dat is eigenlijk onbewust... is dat een teken van, hé, hey, op het moment dat jij huilt... en ik geef jou gelijk een tissue... dan, dan gaat jouw aandacht van het uiten van de emotie... gaat hij eigenlijk naar het oplossen van de tranen. Ja. He, dus je, gaat gelijk eigenlijk een, je hebt eigenlijk gelijk een afleidingsmanoeuvre... Om bezig te zijn met het wegvegen van je tra tranen. Dus dat is eigenlijk een afleiding. En ook onbewust dat je het weg gaat maken, dat je aan het huilen bent. Ik denk ja. van ja, als je het zelf pakt, dat is jouw keuze. Maar uh, ik bied het niet aan. Ja, dus verwacht geen tissues bij ijsje. Nee, maar ik, ik moet wel zeggen, dit is een hele interessante kijk. Ik herinner me dat toen ik in therapie was en een jaar kreeg en dan over moeilijke dingen moest gaan hebben, toen kwamen er ook tranen. En op dat moment zei de psycholoog, hier tissues. Met andere woorden, hou die tranen thuis en doe even snel die tissue voor je ogen, want dan kan je stoppen met janken. Zo voelde het. Nee, maar zo voelde het wel voor mij. Terwijl, nu jij dit zo zegt, eigenlijk had ik willen horen van, hé, hey, laat het maar komen, gooi het eruit. Het, ja. het, het heeft een plek hier. En het heeft niet een plek in de tissue, maar laat maar lekker, laat, laat maar lekker druppelen. Maak, maak je shirt maar nat met die tranen. Het, je hebt het al lang genoeg vastgehouden. Ja. Dus dat zou een betere benadering voor mij geweest zijn toen de tijd, als ik jaren terug verder kijk. Uh, terug, uh, de, uh, op terugkijk... dan dat ik die tissue op mijn schoot... geduwd krijg als het ware. En, uh, en, en, en het, het, het voel, het, dat moment dat ik die tissue in mijn, die box in mijn handen had... was ik gelijk gestopt. Ja. Blokkeerde gelijk van... hé, hey, Chris, zet je er doorheen. Je bent een man. Zet er door. Mannen huilen niet. Blokkeren die hap. En, en dat deed ik ook toen. En toen ja. kon ik weer een beetje rationeel van, ja, maar dit en dit en dit. En dan kwam dat, rationeel, dat rationele weer terug. Maar hoe ik het eigenlijk altijd vergelijk is, ons zenuwstelsel en ons, ons, ons emotioneel stelsel, dat is eigenlijk een baby. Dat heeft gewoon bepaalde dingen nodig. En, en soms is het verdrietig, soms is het boos, soms is het teleurgesteld. En eigenlijk moet je dat gewoon uiten. En dat doe je natuurlijk in een volwassen hoesje hoeft niet, het is misschien beter om het niet in een volwassen hoesje te doen soms, maar wil jij je emoties verwerken op een gezonde manier, wil je doorbreken uit hardnekkige patronen waar je jarenlang uh, last van hebt, dan moet je die, moet je die baby die je eigenlijk in je hebt, je innerlijke kind, moet je ook echt kunnen loslaten. En wat we helaas vaak zien, is dat mensen... 30, 40, 50, 60, 70 jaar oud worden. lopen tegen allerlei vage klachten. of, of, of mentale klachten. of, of uh, fysieke klachten. En die laten eigenlijk nooit die baby uit, om het even zo te noemen. <laughs> ze blokkeren eigenlijk die baby met een masker. met een gevoel dat ze leegte ervaren. En, 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 en zeker niet dat ze dat bewust doen. Heel vaak is het ook onbewust. Ja. Maar dat zorgt er wel voor dat die emotie blijft opborrelen in het lichaam. en zich vervolgens uit in allerlei klachten. Dus. Ja, mijn tip van de week zou zijn: laat die baby gewoon uit. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En binnen het kent hebben we er allemaal specifieke methoden voor om dat uh, los te laten. Maar zodra jij die emoties, een, 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 de, de deur opent voor die emoties, zul je vanzelf merken dat allerlei vage klachten langzamerhand ook minder zullen worden. Ja, wat leuk zeg. Waar ik ook gelijk aan moet denken: een van mijn uh, cliënten die is kraamverzorgster. Dus dan kon ik ook heel mooi eigenlijk de analogie brengen van... Hey, hoe jij normaal die baby'tjes verzorgt en of ze nou redelijk zijn of onredelijk zijn. Ze kunnen krijzen, ze hebben allerlei behoeften die ze dus via twee kanalen maar kunnen uiten. Namelijk via, ja, via huilen of via krijzen ja. of via poepen. Oh, ja. Maar, ja, dat wist ik nog niet. Ja. Maar als gevolg daarvan gaan ze weer of huilen of, uh, of krijzen. Um, maar en en, en wat er dan eigenlijk uit is van hé, hey, ik heb een behoefte en ik heb van jou nodig dat jij dat voor mij oplost of dat jij het voor mij fixt. Dus een heel duidelijk communicatiesignaal. Ja. En waar we normaal bijvoorbeeld heel erg letten op anderen, dat we heel erg gaan kijken naar andere mensen en dat we daar uh, heel erg de focus op anderen hebben. Mm -hmm. Jouw eigen innerlijke kind, dat is dus ook die krijzende, huidende baby, die denkt ze van hé, hey, ik heb ergens last van en los het voor me op of fix het. Ja. En, die, en die vereist dus ook eigenlijk van jezelf... dat je die koestert en dat je daar gewoon lief voor bent... en ja. dat je daar gewoon voor zorgt. Dus wees eigenlijk de perfecte ouder, voor maar dan je voor jezelf. Ja. Want jij bent, dat, oh, jij bent dat ook waard. Ja, zeker. En, en wat je vaak ziet... Hè, is um, onze, onze eigen ouders hè, door, uh, door de bepaalde generatie... en omdat je het eigenlijk ook als ouder nooit perfect natuurlijk kan doen... He, bepaalde dingen hebben ze misschien heel goed gedaan... en bepaalde dingen hebben ze misschien slecht gedaan... of bepaalde dingen hebben ze misschien zelfs echt een potje ervan gemaakt. Mm -hmm. he, en soms kan je in de communicatie of in de dynamiek dat herstellen... He, door te communiceren en door samen te kijken van... hé, hey, wat hebben we allemaal meegemaakt samen... en hoe je dat hebt ervaren... om te kijken wat je dan vroeger hebt gemist... of je dat dan he, nu meer kan krijgen. Yeah. Um, maar soms is dat dus ook niet mogelijk. De ene ouder is daar receptief voor en de andere ouder niet. Ja. Yeah. En wat dan eigenlijk de kunst is, is dat hè, dat betekent dus niet, zo'n onreceptieve ouders, dat die gevoelens en emoties er maar niet hoef, mogen zijn. Mm -hmm. Maar dat betekent dan juist eigenlijk van, hé, hey, dat jij dat voor jezelf moet gaan worden. Yeah. En ik heb ook heel veel uh, moeders in ons traject. En die kunnen dan heel goed voor hun eigen kind zorgen en hun eigen behoeften parkeren ten behoeve van hun eigen kind en dat aan hun behoeften wordt voldaan. Mm -hmm. um, maar voor hun eigen innerlijke kind is het dan weer heel gek of moeilijk of raar yeah. om voor jezelf te gaan zorgen. Of voor je eigen pure emoties. Ja. En voor die mensen eigenlijk. Je zenuwstelsel is een baby en verzorg het. Ja. Laat het toe. Accept. Wees je eigen kraam verzorg ze. Ja. ja. maar dat is ook wel weer een mooie brug. Want ook als ik terugkijk naar de vraag. Van hé, hey, is er iets mis met mij? En waarom lukt het me niet? Moeilijke jeugd. Is dat. Wat, wat is de oorzaak eigenlijk dat mensen emotioneel op slot zitten? Als je dat. Kan je dat in een aantal zinnen benoemen? Is dat mogelijk? Weet ik niet. Ik, ga, ik kan hardop denken. En ja. dan uh, kan jij uh, oordelen inderdaad uh, of dat mogelijk is. Of ja. mogelijk is gebleken. Kijk, op het moment dat je emotioneel op slot zit... dan is dat heel vaak, hey, je hebt emoties. De mens is gebouwd om emoties te hebben. Dus die emoties die zijn er. Geen Iedereen. twijfel mogelijk. Ja, ik. zelfs de meest op slotte persoon die heeft emoties. Um, zeker, ja. Ergens. Ergens, het precies. Zit er. Ja. Dus je hebt emoties, maar dat je er niet bij kan komen, dat is dus eigenlijk omdat er ergens in jouw levensloop heb jij geleerd dat die emoties er niet mogen zijn. Ja. Dat kan zijn, omdat of op het moment dat je als kind uh, veel emoties hebt getoond, dat dat dan uh, structureel afgewezen werd, hè, direct of indirect. En dat je daardoor hebt geleerd ik mag mijn emoties niet tonen. Hè, wat jij ook zegt als man zijnde je held niet. En als je helpt, moet er wel iets echt iets fors aan de hand zijn. En je leert ook niet van vrienden van hé, hey, we gaan met z'n allen af en toe een beetje huilen en elkaar steunen. Zullen we even <laughs> samen gaan huilen op aanstaande donderdagavond? Want het is allemaal best wel zwaar. Ja, <laughs> ja. dus je hebt niet die, die sociale feedback van hé, hey, het is oké okay om eens in de zoveel tijd te huilen. Ja. Hè? En als je helpt, dan moet er iets ergens aan de hand zijn. Dus dat leer je jezelf aan van hé, hey, huilen dat doe je eigenlijk alleen als iets je echt heel erg plots overvalt, of als je echt een hele goede reden ervoor hebt. Ja. Mm -hmm, yeah. Dus iedereen kan huilen. Ergens in je levensloop heb je geleerd... ik mag niet huilen. Dat kan door de opvoeding zijn, kan door de cultuur zijn... kan zijn door het geslacht dat je hebt. Of het kan zijn dat er bepaalde traumatische gebeurtenis mee hebt gemaakt. Waardoor eh, wat jou eigenlijk stimuleert... om een eigen beschermer... ten opzichte van je emoties... om die te creëren. En die kan naarmate je ook ouder wordt... steeds groter worden. Oh ja. Dus hoe je het eigenlijk kan zien... Is, stel je voor dat je een, uh, een fort hebt... En binnen in het fort zitten jouw emoties. En hè, als je... En misschien in de... heel vroeger was dat gewoon een houten fort. En dan was het allemaal prima. En dan kon je er best wel bij als je misschien hè, een paar bomen wegzaagt. Uh, ja. <laughs> ik weet niet waar dit naartoe gaat. Ja. Maar... <laughs> ik ook niet. <laughs> maar naarmate je misschien ouder wordt, dan denk je van, hé hey, dat hout, ik ga er een stenen fort van maken. Want dat is veel steviger. Dan kan ik die emoties veel beter beschermen. En dan, naarmate je weer ouder wordt, of er gebeurt weer iets, of je hebt een negatieve ervaring... dan denk je van, hé, hey, ik ga ook even een slootje om dat fort heen bouwen. Want dan moet je eerst door de sloot heen en dan over die muur heen. En dan op een gegeven moment ga je misschien wat van die krijgers met van die spieren erop zetten. Misschien nog wat kanonnen op het fort Je gaat die muur nog hoger bouwen. Prikkeldraad. Een prikkeldraad. Nou, je kan van alles bedenken. Maar zo'n zo zo bescheiden houten fortje... Um, waar het af en toe er doorheen kwam, of he, in bepaalde omstandigheden, of als bepaalde mensen langskwamen, dat het best wel geactiveerd kon worden. Dat kan naarmate je meer negatieve ervaringen hebt gehad, he, bewust of onbewust, direct of indirect, um, kan dan steeds groter en forser worden. Ja, ja. En wat dus eigenlijk de kunst is, je hebt emoties, maar je komt er niet bij. Nou, waarom kom je er niet bij? Omdat er waarschijnlijk iets in jou is wat um, jou wil beschermen tegen die emoties. Ja, wat het maakt dat jij het idee hebt dat je jezelf moet beschermen tegen die emoties. He, wat maakt dat? Is dat, he, dus inderdaad, je geslacht. Is dat wat je hebt meegekregen van vroeger? Zijn dat bepaalde traumatische gebeurtenissen? Is dat dat jij heel erg behoefte hebt aan controle? Omdat je misschien veel instabiliteit hebt meegemaakt in je leven? En dat je bang bent als je die controle loslaat. He, dat, dat, dat die emoties zo sterk zijn dat je je eigen fort. Ruineert en je eigen bestaansrecht <laughs> ja. ruineert. Of dat het eigenlijk te veel is en dat je dat niet aan kan. Zijn er specifieke herinneringen die voorkomen dat ja. je bij die emoties kan komen. En uh, ja, dus dat eigenlijk. Ja, dus eigenlijk mensen die, zeg maar, hoe minder emotie je kunt uiten, hoe meer getraumatiseerd je eigenlijk bent door, door dingen in de omgeving of in jezelf die jou vroeger pijn hebben gedaan. Eigenlijk, zo zou je het een beetje kunnen zien hoe, hoe, hoe minder goed je erbij kunt, hoe. Hoe, 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 hoe ongezond jouw verleden was eigenlijk. Ja, los van het sociaal op emotioneel ja, vlak. Hè, dus want... dat is dan de ene kant van het verhaal. De andere kant denk ik gewoon sociaal cultureel. Ja, in die precies. zin, dus ik denk als je als, als, als Nederlandse man bijvoorbeeld, als je jezelf dan vergelijkt met andere Nederlandse mannen in jouw omgeving, als jij hè, die nul keer per maand aantikt, ja, ja. Dan, dus, dat, dan is er misschien een reden dat dat minder is. Terwijl als je die één keer per maand aantikt, dan zit je eigenlijk best wel goed. Ja, precies, precies. Dus inderdaad, die emotionele... Dat je, die, die, die opslotheid, de, de, de sleutel eigenlijk daartoe... die zit eigenlijk in je kern, in je verleden. In, in wat er eigenlijk allemaal gebeurd is... waardoor jij nu een slot hebt gezet op je fort. Ja. En om, ook, uh, om, om daar ook hoop voor te geven... er is gewoon een sleutel. Maar je moet natuurlijk wel diep graven... en kijken wat er allemaal gebeurd is dat jij zo op slot bent. Ja. En, en heel veel mensen hebben geen last van dat ze... Geen emoties voelen of er niet bij komen, maar ze hebben last van de gevolgen die daaruit voortvloeien. Somberheid, onbekend, uh, angst, um, buikpijn, hoofdpijn, migraine, vermoeidheid, uh, nekpijn, schouderpijn. Het kan heel uit, 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 uitlopend zijn, um, maar je hebt meestal last van de gevolgen en, en mm. vaak. Wat wij dan doen in het Kentik is kijken naar die gevolgen... en kijken wat de oorzaak daarvan is. En uiteindelijk ook kijken vanuit je kern wat daar de oorzaak van is. Want uiteindelijk kom je dan bij een best wel bijzonder pad uit je verleden... dat je denkt van jeetje, inderdaad, nu, nu, snap, snap, ik ik, het. nu snap ik mijn brein pas. En vanuit die weg kun je het verwerken en aanpakken. Dus mocht je denken thuis van hey, dit vind ik interessant, dit heb ik misschien ook nodig... kijk dan nou vooral op chrisanishanl slash kerntraject. En daar vind je veel meer informatie. En dat is zo grappig wat je zegt, want mensen hebben inderdaad last van de gevolgen. En tegelijkertijd, wat je dus heel vaak merkt, hè, kijk dat voort waar die emoties in zitten. Um, je innerlijke kind of je brein, hè, die kan niet echt. Als hij denkt van hé, hey, we gaan die beschermer opgooien. dan is het niet goed genoeg dat hij dan denkt van hé, hey, alle positiviteit en alle blijheid en alle spontaniteit en alle. Nou, alle positieve emoties, hè, die mogen er allemaal wel zijn en die negatieve emoties mogen er niet zijn. Ja. Dus wat je vaak ziet, is dat die beschermers die je ontwikkelt... die maken ook dat die positieve emoties minder positief worden. Ja. En die negatieve emoties ook minder negatief worden... omdat je de toegang of de bereikbaarheid um, verhindert. En wat je dus vaak wat mensen wel ervaren, is van... hé, hey, ik voel me zo moi. Ja. He, ik voel me niet vreselijk op het moment dat je die beschermers heel versterkt hebt. Uh, maar dat het veel meer is van, hé, hey, uh, ik ben niet... Ook per se, ik ben niet per se depressief, maar ik voel me gewoon een beetje. Ja, alles is wel oké, okay, maar ik kan niet echt die blijheid voelen. Of die, ja. of die spontaniteit. Of die speelsheid. He, dat, het, al het leuke van het leven gaat er ook een beetje af. Ja. Dus een, een, wat normaal misschien qua een blije kind, hè, misschien een acht of een negen was, dan is dat misschien ook maar een zesje. En is alles maar een zesje. En dan denk je van ja. Weet je, ik ben niet ontevreden met mijn leven, maar ik heb wel het gevoel dat het er meer in zit. He, dan kan dat ja. ook in die emoties liggen. Ja, want inderdaad, die emoties zijn een soort van sinus. Dus ja. als kind heb je hele hoge ups en hele diepe downs. En naarmate je inderdaad gepeinigd wordt, naarmate je je fort eigenlijk afsluit door die ervaringen, wordt die sinus eigenlijk steeds meer vlakker en wordt het steeds meer een, 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 ja, een lichte lijn. Dus voor de mensen die naar de video kijken, wordt het meer een, een rustigere lijn. En dat zijn de mensen die zeggen van ja, ik ben niet depressief, Maar ik kan ook niet heel blij worden. Dus dat is dan toch wel interessant. Hetzelfde effect bij antidepressiva. Je vlakt eigenlijk de ups ook ja. down af en de downs vlak je af. Waardoor je een, 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 een oké-vlakkig okay leven hebt. Dus ja, super interessant. Um, even terugkomend naar de vraag: hebben we die beantwoord? Er is dus ten eerste niks mis met je. Voor degene die deze vraag heeft ingestuurd. En waarom lukt dat niet? Ja, ik denk dat we daar best wel uh, ja. een aantal antwoorden op hebben gegeven. Is dus iets in je leven gebeurd? Sociaal-cultureel of hè, iets wat je mee hebt gegeven vanuit je opvoeding of traumatische ervaringen. die uh, je beschermer sterk hebben gemaakt. waardoor je er niet bij komt? Ja. En dat nou. kan je doorbreken. Vollediger dan dat kunnen we het helaas niet maken. Maar hebben we net wel waarschijnlijk gedaan uh, in ons heel verhaal. <laughs> Heb jij een tip van de week voor de luisteraar? Ja. <laughs> <laughs> Altijd. Altijd, ja. Nou, misschien is dat wel een leuke. Um, pak een ui. Snij hem open. Als, als vrouw, als vrouw hè? pak een Adele-nummer. Gewoon een hele someone like you of zoiets op het moment. Hè? Ja. Kijk ook in je leven van... Hey, wat is nou iets in mijn leven wat best wel veel impact op mij heeft gehad... waarbij de kans groot is dat er best wel... Lading op kan zitten. Mm -hmm. en ga eens even kijken, pak een ui erbij, doe een verdrietige nummer die je een beetje daaraan doet denken. En ga eens daar eens bij stilstaan, even zonder afleidingen. Ik zou zeggen, zet de wekker op vijf minuten. En ga eens even kijken, van als je aan die verdrietige dingen kan denken, als je zelf dat toelaat, hè. als je niet die tissuebox er gelijk na zet, hè. laat de tissuebox weg. Ja. Um, en, en ga daar eens bij stilstaan en kijk ze van, hé, hey, doet dit iets met mij? En dan zou ik heel erg nieuwsgierig zijn. He, op het moment dat je, dat, uh, dat je daarbij stil gaat staan en dat je dat toelaat en dat je gaat kijken van hé, hey, gebeurt er dan helemaal niks? Of komt er een beetje emotie op, maar wat doe je dan? Ja. Dus ga even analyseren bij jezelf. Wat gebeurt er? He? Sluit jij je er helemaal voor af en is het gewoon, denk je alleen maar van, wauw, dit is super ongemakkelijk. Ik zit hier met een ui, een verdrietige nummer en ik zit aan vreselijke dingen te denken. En waarom doe ik dit? He, is die beschermer zo sterk? Of breek je er wel een beetje doorheen? Maar wat doe je dan? He? Ga je het helemaal wegmoffelen? Of laat je het nog meer toe? Of denk je iets van: hé, hey, het komt, maar eigenlijk wil ik dit niet. En dan ga je het weer weghalen. Nou, wat een mooi experiment. Ik, uh, ik, 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 ik kijk nu al naar uit dat, dat, dat iemand zegt: naar nou, mijn psycholoog, die, die zei dat ik een ui moest pakken. En uh, dat dat op een dag ook een methode wordt. UMDR. UIMDR. Ja, ik zie het al helemaal voor me. Nou, heb je al de ui-methode geprobeerd? Nou ja. Misschien kunnen we een zonder... leuke challenge doen als we een x aantal likes of als x aantal mensen onze podcast deelt, dat we dat, we dat bij jou gaan oefenen. En ja. dat we daar een videootje nou, maken. Ik zal erover nadenken. Maar zonder alle gein, het is oprecht een hele goede methode. Ja, nou, laten we zeggen, hoe, hoeveel keer moet die gedeeld worden dat we dit bij jou gaan testen en het daar, gaan publiceren? Daar, daar gaan we het later over hebben. Misschien dat we de volgende keer in plaats van dit brein op tafel een ui op tafel leggen. En uh, dat we die richting op gaan. Nou, ik vind het in ieder geval een hele goede. Tip van de week. Um, probeer hem uit. En voor de luisteraar, als je dit een interessante aflevering vond, vergeet vooral niet sterren achter te laten. Laat een reactie achter. Laat ook even weten of je dat met de UI wilt proberen of niet. We zijn heel benieuwd naar je ervaringen. Dan kunnen we kijken of we hier een, misschien toch een onderzoek van kunnen maken. En vergeet ook niet de podcast te delen. We merken dat steeds meer mensen deze podcast delen. En dat zorgt ervoor dat onze missie om Nederland eigenlijk mentaal sterker te maken, dat die beter verspreid wordt. Dus wil jij een mentale spreekkamer ambassadeur zijn? Deel dan deze podcast met je vrienden of op je social media. Want dat helpt ons, maar dat helpt ook Nederland enorm om dit bericht eigenlijk naar buiten te krijgen. Ik zou zeggen, Aisha, bedankt voor al je wijsheid. Jij ook bedankt. Graag gedaan. En uh, ja, succes met de uitproef. En dan zou ik zeggen: tot de volgende week. Tot volgende week.